Inderdaad, kijk dan. Het laat hier gewoon los. Kijk eens even, jongens. Mijn bed staat er dus nu ook daadwerkelijk. Dus het begint al echt een beetje op het plaatje te lijken. Ik heb eindelijk een bed. 3, 2, 1, 2. Yo, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik met Schuurtje op pad, want mijn auto wordt nog steeds gerapt. En ik ben momenteel in Amsterdam voor opnames van de podcast die ik en Nie gaan maken. Maar kijk eens even, ik ben helemaal vanuit Rotterdam met Schuurtje heen gekomen en wat een bak. Maar goed, zoals ik altijd zeg, ik ben weer een beetje aan de late kant vanwege wegafsluiting en zo. Dus laten we snel naar de opnames gaan. Ik ben echt al heel lang niet meer in Amsterdam geweest. Dus ik vind het nu extra leuk om weer een keer in Amsterdam te zijn. Want ik hou gewoon van Amsterdam. Amsterdam blijft toch echt wel mijn stadje. Gisteren is trouwens mijn bed aangekomen bij Gio. Dus eigenlijk vanaf vandaag zou ik daar echt kunnen gaan wonen. Dus misschien dat ik vandaag ook alvast wat spulletjes ga overzetten. Maar we moeten even zien hoe dat gaat qua tijd en hoe lang de opnames zo duren. Maar goed, snel naar de opnames. Dat meen je niet. De opnames zijn echt precies naast de Superclub. Anderhalf jaar geleden stond ik hier heel veel in de Superclub. Wat gek dan, omdat dat nu nog gewoon zo lang gesloten is. Maar goed, als het goed is, is het hier. Dus in het begin was het twee zinnetjes voordat... Ik vind dat je het echt goed doet, Niek. Gast! Ik vind dat je het echt heel goed doet. We zijn nu de podcast aan het bespreken met een paar dingen. Ja, dus stop even met vloggen. Nou, gaan we even vloggen dan in 1 minuut. Hiernaast zit dus de Super en ik kwam hier dus net binnen en precies hier bij de ingang. Ik ben dus blijkbaar al een keer hier naar boven gelopen. Ja, toen had ik wel wat gedronken ook. Maar toen kwam ik niet binnen bij de Super. En toen dacht ik, nou, dan gaan we het zo proberen. En toen kwam ik hier naar boven lopen, weet ik nog. Was precies was deze camera. Kijk, kijk, zie je dit? Maar wel lijp, jij bent hier gewoon een keer stiekem naar binnen gesjoemeld in dit hotel. Dit is dus eigenlijk een hotel, maar nu is het een beetje omgebouwd tot kantoor. Maar ik ben hier dus blijkbaar gewoon een keer naar boven gelopen. Ik heb geen idee waarom en of waarom dat een slim idee was. Maar ik ben wel naar boven gelopen. Niek en ik hebben dus een podcast gemaakt. Het heet de Lekker Slap Lullen podcast. En we gaan het hebben over heel veel rare onderwerpen. Ja. Zoals? Is je grote piemel belangrijk? Ja, en hier wilde jij wel graag, daar wilde jij wel graag achter komen. Ja, want vrouwen, ja. Hello darkness, my old friend. We zijn nog steeds bezig met de opnames en Die setting. We hadden koffiebonen nodig, maar gelukkig zijn er genoeg. Ja, het komt hier uit de vloer, het groeit hier dus uit de vloer. Ja, leuk hè? Ja, niet normaal. Ik begin hem, ik doe hem wel. De stagiair heeft dat toch. Wat doe jij nou? Ja, kijk nou wat een troepje ervan hebt gemaakt, joh. Hey. Hey, dit was ik niet, hè. Dat was, Je doet het wel goed. Ik wil het nog zeggen. Je doet het wel goed. Je bent zo scherp. Zo, de opnames zitten er alweer op. En we zouden om 2 uur klaar zijn, maar het is nu 1 uur. Dus een uurtje eerder klaar. Ik ga nu weer naar Haarlem. Dan ga ik samen met Niek een broodje eten. En dan ga ik waarschijnlijk alvast even spullen in het Schuurtje gooien. En ga ik richting Rotterdam. Om alvast dingen te verhuizen. Kijk eens, daar staat hij weer hoor. Het kanon. Hey. Yo. Wat een ding hè. Zo, hoe is het nou? Is een mooi ding hè. Ja, is goed hè. Ja, dat gaat los hè. Wat gaat los? Die rap. Oh, hoe? Gaat het los? Ja. Oh, dat moet ik even kijken, dat weet ik niet. Ik ga hem even neerzetten. Ja, is goed. Inderdaad, kijk dan. Het laat hier gewoon los. Het zit hier helemaal niet goed vast. Oh, dat moet wel even gefixt worden, want anders loopt hier. Het loopt helemaal door. Oké, niet te veel aan trekken, maar dit is wel even kut. Niek zei het vorige keer ook al, maar elke keer in de vlog, als ik met Niek ben, eet ik ook altijd een broodje op de zaak bij mijn pa bij Perla. Dus het begint bijna een lunchroom te worden in plaats van een showroom met kantoorspullen. En nou, wie doet er weer open, jongen? Weer jij. Ik had het er weer over. Het is elke keer hetzelfde. Tuurlijk, het is hetzelfde. Ja, dat is een goede zin, want jij, het is leuk. Hij doet het, ja. Hij doet het, Hij doet het. Top, dankjewel, man. Ik heb geen cash. Nee, het is al betaald. Oh, het is al betaald? Oké, top, dankjewel. Heerlijk, die broodjes van gewoon. Kijk eens even, gamon, heerlijk. Kijk eens even jongens, mijn bed staat er dus nu ook daadwerkelijk. Dus het begint al echt een beetje op het plaatje te lijken. Nu nog de bank, tapijt, tv, alles, al die andere dingen eigenlijk. Maar het begint ergens op te lijken. Nou, ik denk, ik begin weer eventjes over het weer. Nou, moet eens kijken wat een Oh, zitten we allemaal hetzelfde te vloggen? Holy shit, ben jij ook vlogger? Ja, abonneer op Vincent Visser. Abonneer op Niek Roosen. Maar goed, in de vorige video had ik het natuurlijk over het weer. Dat ik, ja, ik weet niet, gek weertje vandaag. Gat, ik word hier gewoon een beetje
vaag van. Ja. Ik word er gewoon in de war. Mijn lichaam is wild 33 graden. Het is vaag weer. Vaag weer. Nou goed, snel naar de auto. Snel naar de auto, dan spullen pakken naar richting Rotterdam. Hey. Ja, nee. Benzine. Hey. Ja, zeker mam. Lekker bezig. Zo, ik ben nu op mijn kamer en hier ligt al mijn kleding. Oké, ik denk dat ik gewoon een hele grote koffer moet pakken en dan alles erin moet stoppen. En gewoon allemaal een beetje dingetjes die ik mee wil. Bijvoorbeeld mijn microfoon ga ik meenemen, sowieso, ook nu al. En voor de rest gewoon deze hele kast moet leeg. Dus, let's go! Als je nu alles zo aan het inpakken bent, kom je erachter hoeveel je eigenlijk hebt. Moet je eens kijken, wat een hoop, wat een berg. Dit wordt nog best wel een taakje. Oh, jongens. Hij gaat niet dicht. Het is te veel. Je moet je nagaan. Dit is misschien pas de helft. Daar ligt mijn jas, mijn schoenen. Voorin ook nog spullen. En achterin is ook volgestampt. We zijn er redelijk klaar voor. Het enige wat ik nu nog ga pakken is mijn microfoon, want die ben ik vergeten. En dan ga ik richting Rotterdam. En dan ga ik mijn kast helemaal inrichten en de andere spulletjes neerzetten die ik mee heb genomen. Dus ja, alles wat ik nodig heb om daar eigenlijk altijd te kunnen blijven, zit in de auto. Dus ik kan weg. Ik kan nu weg, mama. Ik zie je. Heel snel terugkomen. Dag, ik kom. Maar ik woon er nog niet, echt hoor, mam. Ik kom ook nog wel terug. Ik ben morgen weer terug. En vrijdag kom ik nog heel veel spullen doen. Mijn bureau staat hier nog. Dus het komt helemaal goed. Oké, veel plezier, lief schat. Dag! Oh, mijn moeder. Moedertje. Ja, mijn moeder die vindt het echt. Die vindt, zeg maar, dit is de eerste keer dat ik uit huis ga. En mijn moeder vindt dat natuurlijk best wel een dingetje. Mijn moeder is dat altijd al geweest. Zij is heel erg altijd geweest dat ze moeilijk vindt om afscheid te nemen van ons. Of als wij eens een keer een week lang ergens heen gingen, vond ze het moeilijk om afscheid te nemen. Zij is gewoon heel erg, ja, hoe een moeder moet zijn. Heel erg, ze wil gewoon heel graag dat wij bij haar zijn. Dus zeg maar, ik heb nu alleen nog maar een paar spullen mee, zeg maar, voor basis. En ik ben morgen gewoon nog weer thuis. Eigenlijk misschien pas vanaf vrijdag, dan kan ik daar echt pas echt definitief blijven. Maar ja, dat weet ze ook gewoon. Maar toch voelt het dan voor haar alsof ik wegga echt. Dus dat is wel schattig. En vind ik wel lief. Mamaatje. Ik heb schuurtje even volgetankt. Want altijd als je een auto hebt geleend, vol terugbrengen. Hatsenflats. We zijn er. En dan gaan we nu lekker uitladen. Hey Jade. Je bent een groot, hè? Ja. Ja? Mijn moeder die vond het echt helemaal kut dat ik wegging, hè, net. Ja, die zat helemaal zo. Nee, ik wil niet dat je gaat. Hé, maar oké? Nee, sorry. Ik Hey! Nee. Hey! Terug! Nee, maar Jade, als jij nou even. Nee! Jade, als jij nou heel even. Wacht even, kom eens. Pak jij anders alleen. Zeg maar alleen die grote tas. Die rechts. Ja, en er liggen nog een paar losse spulletjes in de. Alleen dat? Alleen dat. Oh. Ja. En de rest kom ik later wel doen. Gio, wij gingen boodschappen doen, toch? Alles staat eindelijk boven. En moet je eens kijken wat er staat. Eindelijk een stop bed. Stop met dat gevlog hier. Stop. Stoppen. Ik heb gewoon eindelijk een bed. Yo. Holy shit. Ik ga wel eten halen. Doei. Doei. Maar jongens, kijk. Oh. Ja, jongens. Ik heb eindelijk een bed. Na anderhalf maand eindelijk een bed. En wat ben ik hier blij mee. Sowieso SO naar beddenpijn.nl. Mijn tante heeft een bedrijf in Boxsprings en dus allemaal bedden. En die heeft mij een mooi bed gegeven, dus dankjewel. Ik ben hier zo blij mee. En er komt steeds meer in de kamer te staan, waardoor ik hier ook echt kan wonen. Ik heb nu al mijn kleren hier, ik heb nu alle basisspullen hier. Dus ik kan nu voor altijd blijven, zeg maar, zonder dat ik terug naar huis moet om spullen te halen. Er moet nog veel gebeuren, daar komt nog een bureau, hier komt nog een bank. Maar goed, het begint allemaal een beetje te komen nu. Oh Jade, wat doe je dat weer goed en fantastisch. En wat ziet het er weer lekker uit. Wat? Nee, echt. Ik vind het echt heel lekker, Jade. Het is wel een beetje een. Dus als ik dat doe, is het gewoon een gevangenisdrapje, maar. Nee, het is echt lekker. Oh, ondertussen is ook mijn date binnengekomen. Hoi. Hey, Meloe, gezellig. Gio die heeft een date voor mij geregeld. Ja, ik dacht, weet je, jij bent al zoveel dagen gewoon een derde deal hier. Dat ik dacht van, gewoon een keer leuk als jullie samen gewoon. Ja, precies. Ja. Nee, dat vind ik ook. Ja, nee. Ik vind jullie wel echt een leuke match gewoon. Dus ik ben nu fifth wheeling. Wie ben jij precies? Fifth wheeling. Sorry, hadden we haar ook uitgenodigd? Ja, ik had jou uitgenodigd. Ja. Ja, maar Jade, ik vind het echt lekker. Je moet echt je bek houden. Ja, maar ik zag je eerlijk gewoon goed gewoon. Het is wel, ik lieg ook echt niet. Het is gewoon echt lekker. Ja. Wat is er nou? Ik wil jezelf zie je achter de camera staan. Ja.
Oh, JD! Daar gaat Gio met de Ferrari. En ik ga de Porsche pakken, want we gaan een ijsje halen bij de McDonald's. Yes! Hey Jade. Ja? Ik vond het echt lekker, maar ik wil... Hou nou je mond. Ik ga nog wel eventjes een burgertje... Ja, is goed man. Nee Jade, ik vond het echt lekker. Ik zweer het. Je gelooft me niet, maar ik vond het echt lekker. Okay. Ja, je voelt je kut nu hè? Nee hoor. Echt wel. Oké, opeens sneeuw. We gaan sleeën. Gaan we sleeën? Ja. Op natte sneeuw. Wat vinden we van het weer? Gek hè, een beetje. Oh, wel gek weer, ja. Fijn. Ja, wel echt een beetje... Een beetje wisselvallig ja. ook. Ja. Niet heel ja, fijn of april zo. April doet wat hij wil, toch? Ja, dat zei ik dus vanochtend ook in de vlog. Oh. Papa, mam. Ik wil nogmaals mijn excuses aanbieden. Het is nu al de tweede dag op rij dat ik naar de McDonald's ben geweest. Dit was niet mijn idee. Melanie wilde heel graag naar McDonald's. En die zei, als jij niet meegaat, als jij niet meegaat, dan ga ik de komende tijd, als ik ooit een keer bij Gio ben, ga ik niet aardig tegen je doen. Maar dat doet ze sowieso al niet. Nee. Nee, maar dat is toch kut dat het dan nog meer zou zijn, zeg maar. Dat als jij dat zegt, dan... Nee, ik vind voor mijn gevoel, jammer. Mijn gevoel zegt dat niet leuk is. Ja, ik was het niet. Ik was het echt niet. It wasn't me. Maar het is wel lekker. Ja. Jongens, kans 1 op 3. Dat ik nu toeter. Met wie doe je dit? Met Mel. 3, 2, 1, 2. Dit is zo kut. Ik haat toeteren. Ik zit hier niet in de auto. Maar ik vind het leuk om te toeteren, zeg maar, als er mensen naast me. Zeg maar, ik toeter altijd als de passagier. Ga ik toeteren op iemand stuur. Maar nu zit ik zelf achter het stuur. En nu schaam ik mij een beetje. Ja, zie je, het is ook groen, die broeder. Ga nou door, man. Ik zit nu ook in de studio. En kijk, we hebben dus al een heel stuk van die track af. Oh, daar komt ie. Alleen hier moet dus nog een stuk. En dat moet Gio gaan inzingen. Maar ik ga het eventjes voor Gio schrijven. En dan gaat Gio het straks inzingen. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken. Ja, dat vind ik op 1, 3. Ik zag gewoon niet zo. Yes. Yes. Ik ben pas 22 jaar, heb jij dit ooit gezien? Kleine jongen met een drum, jij kan dit ook misschien. Hey, je weet het. Hij is zo goed, hè? Hey, Bilal, als er iemand is met een platenlabel, Gio die wil heel graag nog ergens gesigned worden. Hey, alsjeblieft. Ik ga lekker slapen. Dus ik hoop dat jullie dit een leuke video vonden. Vonden jullie dit nou een leuke video? Laat dan een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.